Per drakenboot kwam de selectie van Lycurgus aan bij de spelerspresentatie voor het nieuwe volleybalseizoen. De spelers werden voorgesteld aan sponsor, pers en andere genodigden. De club verwacht weer mee te kunnen doen met de strijd om de bovenste plaatsen. Naast routinier Dennis van der Veen zijn ook de Amerikanen Jeff Zornig, Steven Irving, de Canadees Chris Forth en de Nieuw-Zeelander Thomas Heijs aangetrokken. Coach Ajantai is uitermate tevreden over zijn team. We hadden in juni namelijk al 13 spelers onder contract staan. Dus dat is eigenlijk een unicum in Groningen volleybal. En dat getuigt ook wel van de sympathie ook van het bedrijfsleven om ons daarin te steunen, om ons die mogelijkheid ook te creëren. Dat geeft ook aan dat de organisatie snel en goed op de rit hadden. En dat we ook in staat waren om snel een goede selectie bij elkaar te halen. Dus nee, we zijn juist uitermate tevreden met het proces zoals het gegaan is. Hoe staat de ploeg ervoor? Goed. Een hele mooie ploeg. In kwaliteit, in mensen, in potentie, in leergierigheid en ambitie. Dus heel veel goede fundamentals om een heel mooie avond te maken. Lycurgus verwacht veel van aanvoerder Dennis van der Veen. Hij speelde de afgelopen 10 seizoenen in de sterke Franse competitie. Hoe gaat de voorbereiding? De voorbereiding gaat goed. We hebben gisteren ook weer oefenwedstrijd gespeeld tegen Zwolle, tegen de landskampioen, gewonnen. En het niveau wordt met de dag en wordt het beter. Dus het, het gaat prima. Het komende seizoen Lycurgus, betekent dat je ook wat rustiger aan gaat doen? Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Nee, ik ben niet gekomen om rustiger aan te doen of een stapje terug. Ik ben gewoon teruggekomen ook gewoon hier weer verder te ontwikkelen en dingen te winnen. En ik heb er zin in. Lycurgus begint de competitie op 4 oktober met een thuiswedstrijd tegen Orion.